In 1515 vond er een ongelooflijk feit plaats. In Lissabon, in de schaduw van de Torre de Belém. Vanuit India is er een panzerneushoorn overgebracht. En die werd als cadeau gegeven aan de toenmalige Portugese koning. Het nieuwtje ging als een lopend vuur door heel Europa. Verschillende kunstenaars hebben zich laten inspireren op dat moment door dat ene nieuwsfeit. Hoewel heel veel kunstenaars de neushoorn zelf niet hebben gezien, hebben ze op basis van schetsen die gemaakt zijn en beschrijvingen in brieven, hebben ze prenten gemaakt. Zo ook Albrecht Dürer in 1515, die, hoewel hij de neushoorn nooit heeft gezien, toch een voorstelling heeft gemaakt. En tot in de 18e eeuw is deze voorstelling gebruikt geweest als een waarachtige weergave van een neushoorn. Terwijl vandaag, als je naar de anatomie kijkt van het dier, er toch wel hier en daar wat foutjes zitten.